Welkom terug bij Wakker op Zondag. De fameuze wet majeure die de havenarbeiders beschermt, ligt onder vuur. En het is serieus deze keer. Europa beraadt zich over de houdbaarheid en de wettelijkheid van het systeem. En Fernand Huts haalde deze week zijn slag thuis in zijn verzet ertegen. De dokwerkers die kwamen op straat om hun rechten te verdedigen. Maar hoe lang zullen ze dat nog kunnen volhouden? Het baasvolk nodig komt om ons halen, Jenkot. Het geen volk nodig komt om ons niet halen. Het is toch een perfect systeem. We kunnen nu begrip hebben om dat systeem te ondermijnen. En onze boek en onze zekerheid af te pakken. Dat is het enige dat we hadden, dat was onze boek. En onze zekerheid dat ons job beschermd is. Handen af van onze boek en dan komt alles goed. Dat zeg ik al jaren, dat men zou moeten samen overleggen om dat systeem grondig te moderniseren, om te vermijden dat heel het systeem op de helling wordt gezet. Want dat is nu wat dreigt. Hè. Ik kan mij hier wel in vinden. Ik kan die frustraties van die mensen best begrijpen. Dat gaat over een boterham, dat gaat over een job. Ja, professor Erik van Hooijdonk, we zagen u al in het filmpje. U hebt er een lijvig werk over geschreven dat u ook hebt meegebracht. U bent professor havenrecht. U zei deze week, het systeem dreigt op de helling te komen. Hoezo? Ja, de Europese Commissie heeft een ingebrekenstelling gericht aan België, met daarin 5 werkelijk fundamentele bezwaren tegen het huidige havenarbeidssysteem in België. Ten eerste zegt de Commissie, de bedrijven worden onnodig verplicht om havenarbeiders te nemen uit het contingent van de havenarbeiders. En zij kunnen nergens anders mensen uit te werk stellen, anders dan Rotterdam bijvoorbeeld. Men kan geen havenarbeiders een lang arbeidscontract geven, want men kan de meeste beroepscategorieën alleen maar aanwerven voor een shift. Dus heel kort, voor 1 taak. Men is gebonden aan ploegsamenstellingen, dus men moet altijd x aantal havenarbeiders in dienst nemen, ook al heeft men die niet allemaal nodig. Ja, en dat is duur. Dat is heel duur. De havenarbeiders worden heel goed betaald. De havenarbeiders die zijn erkend voor een bepaalde job, die zitten in een bepaalde beroepscategorie. En die mogen niet een andere job uitoefenen, anders dan bijvoorbeeld Rotterdam en Hamburg. En tenslotte, en dat is dan het 5e en laatste bezwaar van de commissie, ook in de logistiek, wat niet echt wordt beschouwd als, dat is geen laden en lossen van zeeschepen. Dat is het 5e en laatste bezwaar, heeft betrekking op het geval Huts. Ja. Het zijn dus werkelijk fundamentele bezwaren. Daar heeft Fernand Huts deze week al gelijk gekregen, hè? Ja, de Europese Commissie heeft nu vragen gericht aan België en België moet daarop antwoorden binnen de 2 maanden. Ja. En als die antwoorden niet voldoende zijn, dan zal België zich moeten verantwoorden voor het Hof in Luxemburg. Mm-hmm. En kan het ertoe leiden dat het Belgische havenarbeidssysteem strijdig wordt bevonden met het EU-werkingsverdrag, zoals we dat vandaag doen. Ja, dus die wet majeure is meer dan alleen maar een territoriale afbakening van waar die geldt en waar die niet geldt. Er hangt nog een boel KB's en codex aan vast met al die regeltjes die u opsomt. Begrijpt u, mevrouw Van Bremt, u bent al jaren een voorvechtster van die wet majeure, dat het misschien toch wel hoog tijd is om te onderhandelen over een modernisering ervan? Wel, misschien eerst nog eens kijken wat het probleem is. Hè. Het allerbelangrijkste wat mij stoort in waar we nu voor staan, mm-hmm. is dat iets wat in essentie een politieke beslissing moet zijn, eigenlijk nog veel meer een beslissing moet zijn van het sociale overleg. Zo werkt dat in ons land en ik ben daar heel erg trots op. Daar zijn verschillende partijen voor nodig. Daar zijn die bereid werkgevers zijn en werknemers voor nodig om te praten. Dat nu verlegd is naar een juridische weg. Hè. En dat wil ik toch even toelichten. Dat maakt dat men juridische procedures begint op te starten voor iets wat in essentie moet opgelost worden in sociaal overleg. En ik verwijt de commissie dat heel erg. Hè. Mm-hmm. Dit is wat mij betreft een politieke beslissing van een zeer liberale commissie die ten onrechte is. En laat me dat eerst zeggen. Hè. Twee, Monica de Koning, de minister van Werk, is sinds ze aangesteld is, 2 jaar nu, bezig aan het onderhandelen. En ze heeft een eerste akkoord tussen werkgevers en werknemers bereikt. Dat is heel belangrijk. Omtrent die wet majeure? Wel, omtrent
de organisatie van de havenarbeid, omtrent een aantal aspecten daarvan. En daarin staat ook, we gaan verder onderhandelen. Ja. Dat had nu de belangrijkste reden moeten zijn voor een commissaris om te zeggen, ik wacht de onderhandelingen af. Ik bekijk wat werknemers en werkgevers kunnen overeenkomen. Iedereen is het er eigenlijk over eens dat die wet, en zeker de uitvoering, de wet zelf niet, maar de uitvoering, dat daar een aantal dingen moeten worden aangepast. Modernisering. Ja, maar wat mij stoort is dat in plaats van moderniseren, men onmiddellijk begint te liberaliseren. En onmiddellijk begint te zeggen, ja, er moeten minder mensen in een shift. Ja, we gaan toch eens ervoor zorgen dat er minder werkzekerheid is. Allee, er worden heel veel dingen rond gezegd. Laten we wel wezen. Vandaag hebben we nog altijd de meest productieve havenarbeiders. Ja. Hè, die dat zeer goed doen. Ik denk doen, dat niemand veiligheid dat ontkent. Jawel, jawel. Want op het moment dat je begint aan de veiligheid te tornen, dan heb je een probleem. Ja. Meneer Waterschoot, CD&V-Kamerlid. Het stond wel in het regeerakkoord van de regering Di Rupo om tegen eind maart tot een modernisering van die wet major te komen. Ja, absoluut. Hè. En ik denk dat iedereen die toen aan tafel zat kan zeggen, is uitdrukkelijk toen op vraag van de CD&V in dat regeerakkoord geschreven. Hè. Ja, het is en wat bedoelde u dan? Wat wilde u dan veranderen? Waar gaat dit heel duidelijk over? Hè? Ik denk, als de havenarbeiders bevreesd zijn voor hun boek, voor de wet major, voor het statuut. Een statuut dat hen garanties geeft en dat hun ook een stukje dat belangrijk is voor de veiligheid in de haven en voor de arbeidsorganisatie in de haven. En sociale dumping tegengaan. Ja, en zo, maar daar gaat het dus niet over. Hè? Dus als u aan mij vraagt, ben ik voor het behoud van de wet major? Ja. Waar gaat het wel over? Het gaat erover dat er in de loop der jaren, de voorbije tientallen jaren, zijn er allerlei praktische afspraken gemaakt in de haven die nooit zijn herzien. En er is bijvoorbeeld, ik zal een heel concreet voorbeeld geven, het is toch, iedereen kan begrijpen dat het lossen van een zeeschip van 300 meter, dat daar andere havenarbeiders, andere mensen voor nodig zijn dan een schip van 100 meter. En vandaag kan dat niet. En het zijn al dat soort, vooral praktische zaken die heel dringend in de haven moeten opgelost worden. Want het is daar juist dat bedrijven last van hebben. En het gaat niet over dat beschermingsstatuut, het gaat over modernisering. En ik ben het met mevrouw Van Bremt eens dat het eigenlijk jammer is dat we daar zowel politiek als juridisch mee moeten bezig zijn. Het zou in de eerste plaats sociaal overleg moeten doen. Hoe komt dat we daar juridisch mee bezig zijn? Dat komt natuurlijk zowel op het Europees niveau als op het nationaal niveau waar een sociaal overleg plaatsvindt op dit moment, men al jarenlang rond de heikele punten ronddanst. En we hebben een Europees verdrag dat een aantal zaken vastlegt. De vrijheid van vestiging, de vrijheid van werknemers om zich te bewegen. En die het Europees verdrag is eigenlijk te vergelijken met een soort van grondwet. En die geldt dus ook voor alle sectoren en voor iedereen. Dus daar moet je gewoon zien dat je ervoor zorgt dat wat wij aan wet hebben, wet major of andere die we hier in Antwerpen hebben of in België hebben, dat je daarmee in overeenstemming is. En dat blijkt duidelijk zo niet te zijn. En dat zorgt er eigenlijk voor dat vandaag werknemers bijvoorbeeld geen vast contract kunnen krijgen, omdat ze via die dagshiften moeten werken. Dat zij bijvoorbeeld minder goed beschermd zijn. Dat zij bijvoorbeeld ook qua veiligheid en zo minder vereisten opgelegd krijgen dan bijvoorbeeld mensen die wel in bedrijven vast in Antwerpen zijn. Als ik het zo hoor, mevrouw Van Bremt, is het eigenlijk van moedens om daar iets aan te doen? Ja. Wel, het is te zeggen, het blijkt alsof het moet van Europa. Dan moeten we dat stukje Europa maar eens in vraag durven stellen. Ja, maar het is toch niet. Europa is niet een soort van. Dat mensen denken dat ten onrechte. Hè, en dat is ook de reden waarom mensen steeds meer zich afkeren van dat Europese project. En dat baart mij zorgen, want ik ben wel voor Europa. Ja, u maakt er deel van uit, ja. Ja, nee, maar ik ben ook voor een sterk en een sociaal Europa. Maar het probleem is dat. Wordt nu, zeker nu, in het geval van de wet major, Europa stelt zich op als een soort van onafhankelijk college van commissarissen dat een aftoetsing heeft gedaan tussen een nationale wet. Onafhankelijk, dat klinkt toch goed? Maar zo werkt dat niet natuurlijk. In de politiek nemen we politieke beslissingen. En de politieke beslissing die we met z'n allen zouden moeten nemen is één. De wet major is een goede wet, die willen we behouden. En we geven de opdracht aan het sociale overleg om een aantal aanpassingen te doen. Want wat men heeft, dat is toch wel belangrijk voor de historie. Ja, en welke aanpassingen voor u dan wel, bijvoorbeeld? Ja, wat kan er voor u wel veranderen? Ik kan er niet over uitspreken, want het is net het sociale overleg dat daar zijn werk moet doen. Ja. Ik geef ook nog mee dat in tegenstelling tot meneer Huts, ik praat met heel veel werkgevers ook in de haven. Hè. Niet alleen met de vakbonden, met heel veel werkgevers. Dat heel veel werkgevers zich onomwonden achter die wet major scharen. Vragende partij zijn voor hier en daar wat aanpassingen. Maar zeker niet, zoals meneer Huts, de confrontatie zoekt. Maar het is die invulling van die hier en daar die vaag blijft, meneer De Bakker. Ja, maar het is ook niet alleen meneer Huts. Hè. De klacht bij de Europese Commissie is niet alleen meneer Huts. Er zijn er meerdere bedrijven die klachten hebben ingediend. Dat is één.
Twee, in het, als men het wil oplossen via sociaal overleg, ik geloof daar niet langer in. Omdat je op een moment bent gekomen dat je gewoon al tientallen jaren bent aan het discussiëren. Het is heel beladen ook. Het is enorm beladen en emotioneel. En ja, er is veel agressiviteit en ik begrijp dat zelf voor een stuk. Want waar gaat het echt over? Mm. Het gaat, en Europa zegt dat ook heel duidelijk. Het gaat niet over besparingen op veiligheid. Het gaat niet over besparen op opleiding. Integendeel zelfs. Europa zegt het zelfs toegelaten om mensen die aan de haven werkzaam zijn, om die specifieke vereisten op te leggen. Dus daar is er absoluut geen discussie over. Het gaat er wel over dat die mensen maar één specifieke taak mogen doen. Dat zij met dagcontracten moeten werken. Dat ze bijvoorbeeld worden aangeworven via het kot, terwijl de andere vormen van aanwerving niet mogelijk zijn. Dus het is eigenlijk die monopoliepositie van het ene aanwervingsbureau dat een fundamenteel probleem is. En daar ageert Europa tegen. Waarom? Omdat het ook niet ten goede komt aan de mensen die aan de haven werken om dat soort contracten aan te nemen. Misschien zijn zij beter gebaat bij bijvoorbeeld een bediendenstatuut. Ja. Waarom niet? Maar ik heb toch de indruk, meneer De Bakker, dat de mensen die aan de haven werken daar enigszins anders over denken. Ja, maar ook daar weet mevrouw dus Van Brent. Denkt u dat ze bereid zijn om hierover te praten? Ja, maar ik ben er heel erg van overtuigd dat, dat de mensen bereid zijn om daarover te praten. Maar niet onder bedreiging van allerlei juridische procedures. Dat is niet hoe dat zou moeten werken. Gebeurt het anders niet, meneer Waterschot? Ik denk dat er één ding is waar ik meneer De Bakker dan 100% gelijk heeft. Ik vind dit is in de eerste plaats een taak voor het sociaal overleg. Absoluut. Dat klopt, maar... Maar het is wel een belangrijke maar. We moeten toch toegeven dat het sociale overleg in de Antwerpse haven de laatste jaren, en ik zal het heel voorzichtig uitdrukken, voor verbetering vatbaar was. En ik wil daar niemand... Ik wil daar ook niemand met de vinger wijzen. Hè. Ik wil niet zeggen het is de schuld van werkgevers of werknemers. Het is heel gevoelig, ik denk dat het wel heel belangrijk is, dat het proces wordt opgestart en verder gezet. Wij zijn een uitzondering in Europa. Hè? Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. We hebben een studie gedaan voor de Europese Commissie om gewoon eens feitelijk te vergelijken de havenarbeidssystemen in de 23 maritieme lidstaten van Europa. En wij zijn het land, en vooral Antwerpen, de haven met het meest rigide havenarbeidssysteem van heel de Europese Unie. Dus zoiets gelijk die codex met al die regels daarin, dat was daar nergens maar anders. Maar overal is er wel een gelijkaardige wet die nee, zeker de havenarbeid niet. Nee, er is een duidelijke trend in heel Europa om die klassieke havenarbeidssystemen open te stellen. Liberaliseren, moderniseren, niet altijd echt keihard liberaliseren, soms ook afschaffen, dat gebeurt ook. Mm-hmm. Maar als u gewoon ziet, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Malta, ook grote terminal daar, Griekenland, Portugal, overal zijn daar grote hervormingen doorgevoerd gedurende de jongste decennia, alleen bij ons nooit. Ja, wil je uitzondering blijven of moet je mee op de trein of moet ik zeggen de boot van de anderen dan, mevrouw Van Brempt? Wel, ik vind dat eigenlijk altijd een bijzonder raar argument. We hebben ook een heel goed gezondheidssysteem. Hè. Daarin zijn we soms ook een uitzondering. Dat willen we wel behouden. Straks gaan we stemmen. We hebben nog altijd de opkomstplicht. Ik weet dat daar verschillende meningen over bestaan. Hè, maar daarin zijn we een redelijk grote uitzondering in Europa. Ik denk, als we naar dit Europa kijken, dat het misschien ook niet slecht is dat we af en toe nog eens de uitzondering zijn. Hè. Maar zijn wel juridische procedures hangende, of u dat nu wilt of niet. Ja, maar dat... We gaan naar verkiezingen. Hè. En na de verkiezingen komt er een nieuw Europees parlement. Hè, en hopelijk met andere machtsverhoudingen. En komt er ook een andere commissie. We gaan zien wat dat gaat geven. Maar de commissie wil altijd het fundamenteel verdrag moeten respecteren. En dat is het fundamenteel probleem. U kan het oneens zijn met het feit wat er in dat verdrag staat. Maar het verdrag is er wel. Dus alles wat er onder het verdrag gebeurt, inclusief alles wat er in de haven gebeurt, zal moeten voldoen en getoetst worden aan de Europese regels. Ik vind dat toch wel ontzettend belangrijk. Deze commissaris had net zo goed kunnen beslissen om die ingebrekenstelling niet te doen, omdat het sociaal overleg bezig was en te wachten op de uitkomsten van het sociaal overleg. Het is omdat Fernand Huets, die bovendien een pak investeringen doet in het thuisland van de commissaris, die ineens een ingebrekenstelling heeft gedaan. Dat is toch helaas wel waarheid. Hadden ze moeten wachten op dat sociaal overleg? Kijk, Europa is op individuele basis de jongste jaren een aantal lidstaten in het vizier aan het nemen geweest. Spanje heeft een ingebrekenstelling gekregen. Wij zijn nu de laatste die het ook heeft gekregen. Men heeft via de budgettaire hervormingen Portugal en Griekenland gedwongen om het ook te moderniseren. En wat de historische les is ook, is dat sociaal overleg, want iedereen is daar voorstander van, natuurlijk, ik ook, maar de historische les is dat men die klassieke
havenarbeidssystemen heel moeilijk via sociaal overleg kan moderniseren, omdat natuurlijk de vakorganisaties bepaalde posities hebben te verdedigen die ze niet zomaar zullen prijsgeven. Is dat de markt van het kot? En omdat aan de andere kant de werkgevers onder druk staan van de rederijen die als de dood zijn voor stakingen. Dus vandaar komt men heel moeilijk in overleg tot moderniseringen. Wat de geschiedenis leert, is dat vaak grote hervormingen er komen door externe factoren. Dat kunnen dan nationale politieke ontwikkelingen zijn, à la Margaret Thatcher of Sarkozy. Maar dat kan ook de Europese Commissie zijn. In Italië, in Griekenland, in Portugal, in Spanje is het de Europese Commissie geweest die hervormingen heeft gerealiseerd. Ja, meneer De Bakker, hoe ver moeten voor u... Het geval van het Oostblok is ook zo'n voorbeeld. Dat heeft geleid tot grote hervormingen in Oost-Europa. Hoe ver moeten die hervormingen voor u gaan? Volledige liberalisering? Well, ik denk dat de Europese Commissie duidelijk heeft gewezen op 5 pijnpunten. En die zijn er juist door de professor geschetst. En ik denk dat daar in ieder geval een heel duidelijk antwoord op moet komen. Op alle 5 zal een duidelijk antwoord meneer moeten komen. Meneer Waterschoot, wat is voor u prioritair? Het gaat er natuurlijk over om op lange termijn ook de competitiviteit van die haven en de werkgelegenheid in de haven veilig te stellen. Men spreekt want die heel andere vaak, landen zijn al andere wel landen zijn, ik heb als Europees parlementslid verschillende Europese havens bezocht en met veel mensen gesproken. En daar blijkt echt wel dat het havenarbeidssysteem dat we hier hebben een rem is om de ontwikkeling van de haven. En dus je moet niet alleen kijken naar het systeem vandaag. Je moet ook gaan kijken naar de ontwikkeling van die haven op lange termijn. Maar die haven is natuurlijk van doorslaggevend economisch belang voor België. En je moet er dus alles aan doen om die competitiviteit te waarborgen. Ik ben het, voor alle duidelijkheid, ik zou het heel, heel fout vinden mochten we nu het systeem van havenarbeid gaan hervormen in België alleen omdat het zo van Europa moet. Oh ja, omdat de juridische stok daar denkt. Dat zou heel fout zijn. Het belang is juist van we verliezen en in bepaalde stukken verliezen was Antwerpen trafiek door die systeem. Ja. Sommige dingen zijn ook goed. Hè. Het huidige systeem werkt goed in bepaalde sectoren. Bij containers werkt dat redelijk goed. Bij de klassieke, zoals het fruit en zo, werkt dat veel minder. En ik denk dat we absoluut... En werkgevers en werknemers hebben eigenlijk hetzelfde belang. Dat de haven van Antwerpen het goed blijft doen, is in hun beide belang. Zowel de werkgevers verdienen daaraan, de werknemers hebben daar creëert jobs. En dat is het allerbelangrijkste. Is de concurrentiepositie van de haven in gevaar als de wet zoals hij is behouden? Zeer zeker. In bepaalde sectoren kan u dat toch niet ontkennen? Zeer zeker niet. We doen het ook ontzettend goed als haven van Antwerpen. Het stoort mij ook een beetje. Ook in het algemene debat. Hè. Als je kijkt, we gaan nu naar de verkiezingen. Wordt de hele tijd gezegd, het is, want daar gaat het over. Hè. De loonkosten moeten omlaag. Hè. De bescherming van werknemers in de hele Europese Unie. Ja, maar ik heb het nu over het algemene debat. Hè. Wat heeft Europa de laatste jaren vooral op ingezet? Op een stukje afbraak van sociale rechten. Je ziet dat in het zuiden van Europa. En dat is ook de beweegreden van de commissie vandaag. Hè. Ja. Dus nee, maar ik merk wel dat een van de belangrijkste doelstellingen is. Als je zowel kijkt naar de haven van Antwerpen als naar onze economie, is investeren, innoveren, bijvoorbeeld infrastructuurwerken in de haven van Antwerpen, dat zijn de belangrijke factoren. De andere twee politici aan tafel gaan natuurlijk zijn ze daar niet mee eens. Ik ben het helemaal oneens. De enige afbraak die ik tot hier toe heb gezien, waren de vakbonden deze vrijheid de straten in Brussel kwamen opbreken om met bakstenen kwamen snijden. Dat is fundamenteel. Het debat gaat niet over verlaging van loonkosten. Voor mij zijn mensen die gevaarlijk werk doen in weer en wind, die mogen goed in hun boterham verdienen. Dat is het punt van discussie niet. Het gaat over de organisatie van de arbeid. En daar heeft Europa fundamentele problemen mee. Daar is ook zelfs een stuk een vraag vanuit de arbeiders. Ik kan zelf om zeggen, waarom kunnen wij niet een voltijds contract krijgen met alles erop en eraan? U zegt dat de excessen moeten eruit. De excessen moeten eruit. De rigiditeit moet uit het systeem. En de rigiditeit is er ingeslopen doorheen de laatste decennia. En dat, trouwens, de invulling van havenarbeid... De invulling van havenarbeid is trouwens ook anders. Anders in Zeebrugge, in Gent, dan in Antwerpen bijvoorbeeld. Excuseer, maar eigenlijk is het toch heel eenvoudig. In elk normaal bedrijf, in elk normaal groot bedrijf, worden er via sociaal overleg arbeidsprocessen aangepast. Men werkt niet meer in een fabriek zoals 30 of 40 jaar geleden. Nee, niet meer. Men werkt niet meer als 30. Jawel, en dat, ja, maar nee, want u zegt juist iets anders. Ja. Jawel, en dus moet men dat, en dus moet men gewoon het systeem mee laten evolueren aan de behoeften van vandaag. En meer zeggen we niet. En zonder sociale afbraak, het gaat nog eens, het gaat niet over de wet majeur, het gaat niet over de boek. Waarom blijft dit zo beladen? Waarom zijn heel veel partijen voorzichtig om concrete veranderingen te durven uitspreken?
Maar eerst en vooral omdat, en daar zijn we het blijkbaar rond de tafel wel over eens, hoop ik toch dat het sociaal overleg die stappen moet zetten. En als politie beginnen zeggen, je moet dat doen, dan weten we uit ervaring dat het sociaal overleg zijn niet ver komt. Zijn de vakbonden bereid te praten? Ja, daar hebben ze ook gezegd, ja, toen ze overleg hebben gehad met de werkgevers, samen met Monica de Koning. Maar ik vrees dat we een beetje naïef zijn. Ik heb in dit verhaal meer dan 10 jaar ervaring, helaas. Hè. Toen ik de eerste keer in het Europees Parlement zat, dan hebben ze voor de eerste keer in de poortpakjes geprobeerd om de havenarbeid te liberaliseren. Dan hebben ze dat de tweede keer geprobeerd, in de tweede poortpakket. En in de derde hebben ze schrik gehad en dan zijn ze de juridische weg opgegaan. En ik vind dat fundamenteel ondemocratisch. Ja. Zoiets moet in het parlement, worden beslist. En die juridische procedures zijn niet democratisch. Ja. Fundamenteel ondemocratisch, hoor ik. Ik heb toevallig 30 jaar ervaring in de havenarbeid, want toen ik heel jong was, heb ik hier nog op deze kaai, ben ik nog maar kuier geweest. Ik ben hier zelf havenarbeid. Dus ik voel hier grote nostalgie opkomen. Maar ik moet zeggen, om ook het debat een beetje te objectiveren, Europa zegt in de ingebrekenstelling dat het uiteraard legitiem is dat een lidstaat de belangen van de werknemers wil behartigen via een havenarbeidssysteem, dat het terecht is dat men oog heeft voor de veiligheid, maar dat men ook moet rekening houden met de competitiviteit van de Europese havens. En de Europese Commissie zegt gewoon, kijk, uw systeem in België met die gigantische codexen is buitenproportioneel en dat gaat verder dan wat nodig is om op een redelijke manier de belangen van de veiligheid van de werknemer veilig te stellen. Uh-huh. En Europa verwijst in die analyse naar wat de regels zijn vandaag, bijvoorbeeld in Hamburg en Rotterdam. Ja. Toevallig onze grootste concurrenten. Dus je zegt, het kan win-win zijn voor iedereen? Uiteraard, ja. Meneer De Bakker? Het moet een win-win zijn voor iedereen. Hè. Ik denk ook, in een democratie heeft men ook respect voor de rechtsstaat. We hebben een aantal regels met elkaar afgesproken. Dan doe je er ook goed aan om die regels te respecteren. En het gaat niet over sociale afbraak. Het gaat over het feit dat je havenarbeid... Dat is de angst, dumping. En ik wil ook zelf die angst voor een groot stuk wegnemen. Want het gaat over het moderniseren, het mee laten evolueren van de havenarbeid, ook naar de nieuwe noden die er zijn. En dus Europa zegt expliciet dat er niet mag beknibbeld worden op vlak van veiligheid. Er mag zelfs een pool in stand worden gehouden om te zeggen van op het moment dat de noden hoog zijn, moet men daaruit kunnen recruteren. Maar het mag niet uitsluiten dat daarnaast andere vormen van werkgevers en werknemers overeenkomst worden gemaakt om die mensen aan een job te helpen. Dat helpt ook die competitiviteit en creëert werkgelegenheid voor de lange termijn. En dat is ook wel iets heel belangrijk, denk ik. Ja, mevrouw Van Bremt, wat professor eigenlijk zegt, helemaal in het begin, is we zullen wel moeten praten, anders wordt het boven onze hoofden beslist en komt het tot een soort van big bang. Ja, dat zullen we nog wel zien. Ik ben vrijdag ook gaan betogen. Hè. Er waren 30.000 tot 40.000. Hè. Dat zijn altijd discussies met hoeveel dat we nu waren. Hè. Maar 30.000 tot 40.000 mannen en vrouwen, waarvan een goede 1.000 dokwerkers uit Antwerpen. Al die andere mensen kwamen uit andere sectoren. Ja. En eigenlijk zeiden die in essentie hetzelfde. Hè. Want er wordt hier gezegd, er wordt niet aan sociale afbraak gedaan. We hebben dat in België kunnen tegenhouden, dat klopt. Hè. Maar in het zuiden van Europa is dat vandaag de dag wel het geval. Hè. Dus op dat vlak liever de uitzondering blijven. Laten we wat dat we doen in België ook terug op een Europees niveau brengen. Laten we terugwerken aan een sociale toekomst in de Europese Unie. Dat was de noodkreet van die 30.000 tot 40.000 mensen. En dat is voor mij de essentie. En natuurlijk mag de wet majeur gemoderniseerd worden. Natuurlijk mag daarover gesproken worden. We moeten daar niet rigide in zijn. Maar laten we dat doen met het oog op een echte sociale toekomst en een sociale bescherming. Laten we investeren en beschermen. Ja. Laten we dat terug het project van Europa maken. In het verleden bent u al mee de straat op gegaan voor die wet majeur. Kan u nu een soort van zalvende factor en voortrekkersrol spelen misschien in dit debat? Maar ik ben zachtaardig van karakter, hè, dus ik ben daar absoluut zeker toe bereid. Als u zegt van ik ga akkoord dat er dingen moeten aangepast worden, is het misschien aan u om... We hebben een hele sterke minister van werk, hè, en ik mag alleen maar hopen dat ze ook in de volgende legislatuur die opdracht op zich kan nemen. Ik denk als iemand dat goed kan doen, dat Monica is. Ik zal zeker helpen en ik zal zeker mijn rol spelen. Maar dan is dat Monica met heel veel respect voor het sociaal overleg en met heel veel gezond verstand. Ja, bent u bang van de macht van het kot? Nee, maar ik denk het echt niet. Ik denk, maar misschien nog eens terug te komen op mevrouw Van Bremt. Wat dat een beetje het cynische wel was aan deze week. En dat vond ik een beetje vreemd. Vorige week dan. Dat er juist in het begin van de week werd er een eerste voorzichtig akkoord tussen de sociale partners gemaakt. En dan op het einde van de week kwam de brief van de Europese Commissie. En dat is wel een beetje jammer. En ik denk niet dat we bang moeten hebben van de macht van het kot. Ik denk alleen, want als je met
dat die mensen, en ik denk iedereen, hè, iedereen rond de tafel heeft hier al heel veel inspanning gedaan om soms vaak diep onder de radar met mensen te gaan praten en te gaan, te gaan overtuigen. En ik denk wel dat daar grote bereidheid is langs beide kanten om vooruit te gaan en te evolueren. Alleen, zoals ik heb gezegd er straks, het sociaal overleg is heel moeilijk gelopen. Dus er zullen een aantal vertrouwenswekkende stappen van beide kanten in het proces moeten gebeuren. En ik zie het, de stap die nu gezet is op vlak van sociaal overleg is een eerste klein stapje, maar is symbolisch wel ergens belangrijk. Maar ik hoop, en ik hoop echt dat dit nu de start kan zijn van een snelle motor richting moderniseringsprocessen. Gelooft u dat er toch een voorzichtige start is gemaakt, al dan niet onder druk van Europa? Ja, maar ik denk dat een eerste stap gezet is met het akkoord van Monica de Koning. Het is een eerste kleine stap, hè, want opnieuw de fundamenten van het probleem zijn maar aangepakt. Maar het ging wel zijn eind maart en we zijn al begin april. Ja, maar daar heb je een aantal afspraken rond veiligheid en dergelijke gemaakt. Ik denk dat goed is. Maar ik heb geen schrik van het kot, maar ook geen schrik van Europa. Ik denk dat daar gewoon de regels die er zijn, dat men daar de fundamenten van de rechtsstaat moet respecteren, dat men op pad moet gaan om een modernisering te doen en dat uiteindelijk iedereen daar beter van wordt. Zowel de havenarbeiders zelf, als de werkgevers, als de haven van Antwerpen. Dat is onze gemeenschappelijke doelstelling om ervoor te zorgen dat naar de toekomst toe het economisch belang van de haven, zowel in Antwerpen, Zeebrugge en in Gent, dat dat gevrijwaard wordt, dat die kunnen groeien en bijkomende jobs kunnen creëren. Ik denk dat iedereen erbij gebaat is om dat naar de toekomst toe te doen. Ja, professor, als u dit hoort, denkt u dan dat die Big Bang te vermijden is? Ja, dat zal inderdaad afhangen van de sociale partners en van de komende regering of men erin slaagt om tegemoet te komen aan de vragen van de commissie. Want die vragen van de commissie, nogmaals, die zijn zeer fundamenteel. Hè? Ja. En men maakt echt de vergelijking met bijvoorbeeld Rotterdam, waar er ook nog een pool bestaat, maar dat is in feite een geprivatiseerde commerciële pool waar bedrijven op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken. Maar een systeem zoals hier bestaat daar niet meer. Dus ik wil ook wel zeggen, die vrijheid van vestiging, waar nu Europa juridisch aan vasthangt, dat is wel iets waar België door gebonden is sinds het jaar 1957. Dat is een van de fundamenten van de Europese gemeenschap, toen opgericht door het Verdrag van Rome in 1957. En wij zijn nu, zoals ik daar juist al kom te zeggen, het allerlaatste land, de laatste lidstaat die ertoe wordt aangemaand door Europa, om alsnog op vrijwillige basis om het havenarbeidssysteem, dat echt, zoals in veel andere landen vroeger, tot excessen is gekomen. Het is de vrijheid van vestiging versus de wet majeur eigenlijk. Maar de punten van Europa komen ook wel niet uit de lucht gevallen. Hè. Het zijn de problemen die al lang bij iedereen bekend zijn en eigenlijk de thema's waar al lang een akkoord had moeten over gevonden. Dus ik denk, ik denk dat we vanuit de politiek een oproep kunnen doen en voluit kunnen ondersteunen dat men zo snel mogelijk tot concrete oplossingen komt op deze terreinen. Hè. En dat is, want die terreinen zelf, ik denk dat iedereen daar ook de werknemers en de vakbonden wel eens zijn dat daar ruimte is voor verbetering. Maar we moeten dat samen doen, want in een conflictmodel gaan we hier nooit uit geraken en dan is het een lose-lose-lose verhaal in plaats van een win-win-win verhaal en naar dat laatste moeten we streven. Ja, is er een deadline die Europa ons oplegt? Ja, Europa. België moet nu antwoorden binnen de 2 maanden. Vermoedelijk zal België een uitstel vragen, gelet op de verkiezingen en waarschijnlijk zal Europa dat ook toestaan. En dan zal er nog wat heen en weer worden geargumenteerd, vermoed ik. En dan zal, als Europa geen voldoening krijgt, zal de zaak voor het hof komen. Ja. Spanje is eind 2012 in gebreken gesteld op een gelijkaardige manier. En ik denk, als ik het mij goed herinner, dat begin volgend jaar er een uitspraak wordt verwacht van het Hof in Luxemburg over de Spaanse situatie. Oké, dus het wordt een zeer belangrijke opdracht voor de volgende regering, hoe die er ook zal gaan uitzien. En de volgende commissie. Oké, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Voor alles en voor iedereen. Goed, dat was het meteen voor deze Wakker. Ik bedank de gasten hier aan tafel en ook u voor het kijken. Reageren kan zoals altijd via de mail. En dat is nog altijd redactie@atv.be. Twitteren, dat mag ook. #atvwos. En helemaal eindigen doen we naar goede gewoonte met muziek.